En echt weer mom life. Dan fiets je helemaal naar school. Goedemorgen, het is woensdag toch? Ja, ik was het even kwijt. Ik heb me snel klaargemaakt voor school, alleen mijn haar zit nog niet echt. Ik heb aangekleed, top, magé, broekje, levi's, schoenen, Calexis. En ik ga Sarah naar school brengen. Zo, het was echt, ik kwam buiten en bij de voordeur dacht ik echt, oh, als dit begin is van vandaag, dan ga ik het zelfs niet trekken. Toen deed ik 2 stappen verder en toen dacht ik, oeh, het is best fris. Dus op de fiets was het heen best fris, maar terug al niet meer. Dus het gaat echt wel heel warm, heet, hoe je het wil noemen, worden vandaag. En ik heb honger, dus... Ik heb een lekker ontbijtje voor mezelf gemaakt. En daar heb ik trek in. En ik ga stiekem de laatste 20 minuten van de Sinner kijken, want ik kan het echt niet laten. Voldaan van het eten en van het mijn serie afkijken... En nu tijd om weer wat te gaan doen. Eerst alles aanzetten wat aan moet. En dan andere dingen doen. Heel duidelijk verhaal. Zo stom. Ik bedenk me net dat ik al in best wel een zonnetje ben geweest. En dat ik ben vergeten mijn pigmentplek in smeren en dat ga ik doen weer met deze van Isis Pharma. En dit is echt factor 50 en deze ja, dicht dat ook helemaal af. Dus die geeft een extra goede bescherming. Het enige nadeel is dat hij vrij wittig blijft. Dus dan heb je wel een beetje een wittig plek vrij lang. En dan is dat met zonnebrand natuurlijk sowieso wel een beetje, maar deze doet dat net wat meer. Maar ik wil ook niet mijn hele gezicht met factor 50 smeren, want dan krijg ik nooit een kleurtje. Maar hier is het toch al donkerder. Dus hier kan ik hem helemaal extra doen. De rest van mijn gezicht had ik wel ingesmeerd, ik was alleen dit vergeten. Ik heb wel echt elke dag, 2 keer per dag mijn biotherm, want die zit niet echt in mijn... vaste skincare routine. En dan ben ik nog wel eens geneigd om het te vergeten. Net als deze dus. Maar dat moet ik wel echt... dit moet ik echt gewoon elke dag even doen. Maar mijn biotherm, pigmentcreme, die ben ik dus nog geen 1 keer vergeten. Dus ja, die moet eerst intrekken voordat ik dit kan doen. Vandaar dat ik het dus vergeten ben. Maar nu zit hij even op. Volgens mij, of het lijkt in het licht, dat hij niet heel wit afgeeft nu. Nou, hopen dat het dadelijk in het daglicht ook niet zo is. Oh, het is eigenlijk zoveel te heet om veel te doen. Nou, moet ik zeggen dat ik ook niet superveel heb gedaan. Of heb ik gelopen? Zie je, dat valt ook nog wel mee. Ik zit nog maar op de 2100 stappen. En nou kan ik heel goed tegen warmte hoor. Maar als je door je huis gaat rennen, dan is het wel warm, zeg maar. Maar goed. Ik heb even een pauzemomentje. Ik drink even een theetje. Dat blijf ik wel altijd doen met... heet weer. En ze zeggen ook dat het beter is. En in veel warme landen drinken ze ook gewoon heel veel thee met dit weer. En ik doe het er goed op, dus. Ik vind het altijd zo bizar hoe snel de tijd gaat als je bezig bent. Ik mag Sarah alweer op gaan halen op school. Ik doe even mijn haar omhoog, want ik vind dat wel in het zonnetje lekkerder. Anders krijg je zo'n warme rand onder je haar in je nek. Dus zo, dat is beter. En ik ga lekker fietsen. Ik vind fietsen met dit weer altijd wel heel erg lekker. Dan krijg je zo'n natuurlijk briesje om je heen. Helemaal top. En echt weer mom life. Dan fiets je helemaal naar school om uiteindelijk alleen met een rugzak terug te komen. Want ze is met haar vriendinnetje mee. En dan gaat ze lekker spelen en zwemmen en alles. Dus ik ga er dadelijk weer ophalen. Poging 2. Wat zit hier? Oh, allemaal briefjes. Soms vind ik zulke grappige dingen. Kijk,
dikke mini envelopje. Nou, er zit wat in. Maar het wil er niet uit. Oh. Zo schattig. Zo benieuwd wat erop staat. Gefeliciteerd mama. Ik hoop dat je een leuke dag gaat hebben. Oh, wat schattig. Waarom ken ik dit niet? Dit heb ik helemaal nooit gezien. Dit is wel echt Sarah de handschrift. Ah, oh, die ga ik bewaren. Hoe cute. Waarom wist ik dit niet? Dit heeft ze op school gemaakt op mijn verjaardag. Dat was de eerste dag dat ze weer fulltime naar school gingen. Maar dit zie ik nu voor het eerst. Ik denk dat ze dat helemaal vergeten is. En ik denk opeens, wat voel ik nou in de tas? Te cute. Oh, het is echt verschrikkelijk. Ik wil de auto in, maar leren bekleding en... blote benen. Dat is niet leuk. Ik moet je vertellen ook waarom ik het opnieuw doe. Want ik heb zo'n klepje, daar heb ik altijd een reservebril. Want ik vergeet ze elke keer in de tas. Echt zo stom. Zoveel mooie dingen en vergeet ze altijd. Maar het is dus aan de dag. En dan wordt mijn bril zo heet. Echt dit voor het jaar. Het was minder dan nu. Ik vond het echt een minuutje afgeschoten. Dus niet prettig, zeg maar. Ik hoop dat jullie wel horen boven de airco, maar dat is niet waar genoeg. Ik ben onderweg om Sarah op te halen, deel 2. Maar nu komt ze wel mee naar huis. En we gaan zo weer barbecuen. Barbecue staat aan en Annie eet vandaag gezellig weer mee. Ik sowieso. Hallo bro. Deze is duur, zo lekker. Ja. Annie ging weg en toen zijn we lekker in ons ondergoed 2 gaan kijken. We zijn een stukje undercover verder gaan kijken. En Marco is nu naar bed. En ik ga beginnen in The Real Housewives of New York. En dat is echt wel grappig, want die eerste seizoenen die zijn zo oud. The Real Housewives of Beverly Hills, die is volgens mij van 2008. En van New York 2006. En dat klinkt soms niet zo ver, maar dat is gewoon 14 jaar geleden. Dus dat vond ik bij die andere ook, weet je, dan... Ja, ik weet niet. Dingen zijn gewoon anders, weet je. Interieur, kleding, alles was zo anders toen. Dus dat is zo grappig om allemaal terug te zien. En sommige dingen ook zo herkenbaar. Dus ik, ik wilde eigenlijk gaan editen, maar het is al best wel laat. Dus eer ik de computer daarvoor aan heb, wordt het te laat. Dus ja, dan maar morgen 2 vlogs. Nou, kamer weer netjes. En ik ga lekker mijn bedje in. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!